Hans, je hebt verloren van een goede ploeg. Toch had er misschien wel een stuntje ingezeten. Waar gaat het mis? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zei al tegen jou voor de wedstrijd, wij hebben een paar tikken gehad. We zijn fantastisch begonnen, hebben even derde gestaan. De laatste weken hebben we er een paar om onze oren gekregen. En zonder Danny van der Meijrakker hebben we niet een al te grote broek aan willen trekken tegen een hele goede ploeg. Tegen Kozakken Boys, die zijn gewoon net zo goed als Den Bosch en Telstar en Emmen. Daar moet je het mee vergelijken. Die zouden gewoon in de Super League boven het rechte rijtje mee kunnen draaien? Ja, die spelen wel in de middenmoot, denk ik. En dat is, maar goed, wij wilden niet op de slagbank zonder Danny van der Meijrakker. Daar spelen we altijd heel aanvallend mee. En we hebben nu gekozen voor heel compact op de counter. En als je dan een minuutje of 55, 60 volhoudt. Op een redelijk behoorlijke manier. Jongens hebben zich helemaal leeg geknokt. En opeens is het weg. 1-1, 2-1. We hebben nog een plan B eruit gegooid. 4-2-4, het laatste gedeelte. Maar dan maken zij eerder nog de 3-1 dan wij de 2-2. Je moet in de eerste helft al twee verdedigers wisselen. Intersar zelfs al na een half uur. Waarom was dat? Ja, hij veroorzaakte een penalty, kreeg geel. En 5 minuten daarna gaat hij met zijn hand naar een bal. En dat had ook geel kunnen zijn. Dus wij wilden niet het risico nemen dat er werd nogal geageerd. Dat mag, hè, van Kozakken Boys, dat het een tweede geel was. Dus wij wilden hem helpen. En onszelf helpen. Dat we niet met z'n tienen zouden komen te staan. En onze aanvoerder, die verrekt zijn enkelbanden. Dus we moesten wel een beetje. Ja, je was niet even nog een optie om te wachten tot de rust, want hij ging nog even door. En uiteindelijk wissel je hem in, pak een beet 45e minuut. Ik dacht, misschien kun je nog in de rust kijken wat je kunt doen. Ja, nou, op een gegeven moment liep hij met een slag in zijn wiel. Onze aanvoerder. Dus ja, weet je, dat. Een beetje. Ja, toen zei ik van, eventjes naar de fiets maken. Tot de 1-1 geven jullie eigenlijk niet eens zo heel veel kansen weg. De kansen die jullie weggeven, ja, de Schimmel staat te keepen, ongelooflijk. Maar na de 1-1, dan zie je dat jullie even een periode kwijt zijn. Is dat gewoon mentaal? Ja, in de rust zaten ze al te hijgen. Er kwam het snot uit hun oren. En ja, we gaan het nog doen trainen. We gaan hier de 0-1 over de streep trekken. En dan krijg je, die jongens kregen zo'n tik. En die kregen wij op de bank ook wel een beetje. Dat er heel makkelijk die 2-1 erin ging. Maar ja, wij hebben ze een groot compliment gemaakt tegen een hele, hele goede ploeg. Met een mooie begroting. Waar we niet jaloers op zijn, maar wat we concluderen. En wij gaan er weer voor om heel fris uit de winterstop te komen. En ook volgend seizoen weer in deze mooie tweede divisie te mogen spelen. En dan moet je de 4 voor onder houden en dat gaan we doen. Winterstop komt wat geroepen, mag je dat ook zeggen? Nee, ik vind het helemaal niks. Winterstop, Louis van Gaal heeft in Engeland, daar spelen ze sinds 1833 met de kerst en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag. Nee, ik vind het allemaal niks, die kerst. Bij je schoonmoeder zitten. 14 halve kippen, 3 ganzen, 2 flessen witte wijn. En dat vind ik helemaal niks. En dan de volgende moet je weer naar je schoonmoeder. Nee, in Engeland is dat veel leuker. Dus ik vind het helemaal niks. Dankjewel.